vluchtelingencrisis van nu is eigenlijk een crisis van de kinderen. Omdat er echt miljoenen kinderen zijn die slachtoffer zijn en die thuis weg hebben moeten gaan. En dat is wat er wereldwijd speelt. En je kunt ook kijken hoe het in Nederland zit. En in Nederland is bijvoorbeeld 1 op de 8 kinderen leeft in armoede. En in Nederland hebben we gisteren gehoord, was op de radio, dat ook meer dan 100.000 kinderen slachtoffer zijn van mishandeling of verwaarlozing. Dus voor kinderen op de hele wereld, zowel in Nederland als in de rest van de wereld, is nog wel heel veel hulp en verbetering nodig. Een applaus voor onze burgemeester Pauline Krikke. Dames en heren, wat mooi om deze tentoonstelling van UNICEF hier in ons atrium te hebben. Want UNICEF en Den Haag, de stad van vrede en recht, dat zijn 2 handen op 1 buik. Ieder kind heeft rechten en verdient kansen. Zoals de kans om in alle gezondheid en veiligheid op te groeien. En om naar school te kunnen gaan. Den Haag en UNICEF zetten zich daar samen voor in. Want we weten dat de wereld van vrede en recht niet ophoudt bij de grenzen van deze stad. Alleen een kind dat nu kansen krijgt, kan later ook bijdragen aan een vreedzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen. Deze week staat de samenwerking tussen UNICEF en Den Haag in de schijnwerpers. En die samenwerking richt zich op 3 hoofddoelen. Kinderrechten, educatie, fondsen werven en internationale samenwerking. En hoewel die fondsenwerving best goed gaat, kan er natuurlijk altijd meer worden opgehaald. En daarom is er gisteren een speciale actie begonnen. Een actie met de titel Geef een dag. En tot het einde van het jaar kunnen alle medewerkers van de gemeente een vrije dag doneren aan UNICEF. En het mogen er uiteraard, denk ik, toch wel ook meer dan 1 zijn. Hè? Dat mag er ook meer dan 1 zijn. Want UNICEF, dames en heren, is het echt meer dan waard om die vrije dagen te krijgen. Directeur van UNICEF, Suzanne Wassen. UNICEF wil dat alle kinderen de kans krijgen om in een veilige en goede omgeving op te groeien. Omdat we vinden dat alle kinderen recht hebben op een gelijke toekomst en om eruit te halen wat erin zit. En de kinderen zijn de toekomst en die zijn straks onze leiders en bepalen ook hoe het verder gaat met de wereld. Dus alles wat we investeren in kinderen is volgens UNICEF relevant en belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat er organisaties zijn als UNICEF die dat kinderen ondersteunen in het opgroeien en in het veilig opgroeien. En het zorgen dat we een dak boven hun hoofd hebben, dat er eten is, dat er medische zorg is en dat ze naar school kunnen gaan. Van UNICEF. Het Geef een dag is iets wat wij aanbieden aan bedrijven, omdat wij merken dat heel veel bedrijven, heel veel medewerkers gewoon heel veel vrije dagen hebben. Door mee te doen aan Geef een dag kunnen medewerkers een vrije dag geven en daarmee dus eigenlijk de waarde van hun dag doneren aan UNICEF, wat wij dan weer inzetten voor projecten wereldwijd. Ik heb het Right to Unite project opgezet. Ik heb in augustus 3 dagen de jongeren getraind. En ze vertelt over interculturele communicatie en vrede en kinderrechten. En daarna zijn ze 8 weken lang met elkaar in teams aan het bloggen geweest. Gevluchte jongeren samen met Nederlandse jongeren. Om eigenlijk over onderwerpen te hebben waar ze zelf over wilden hebben. Maar om van elkaar te leren en te weten. Eigenlijk om te ontdekken dat ze eigenlijk hetzelfde zijn. Dat ze misschien wel helemaal uit Syrië komen of een achtergrond hebben in Indonesië. Maar dat ze toch, als ze bloggen, dezelfde zorgen hebben, dezelfde dromen voor de toekomst. En dat was heel leuk om te zien. Ik vond het echt leuk. Ik heb sowieso 2 nieuwe vrienden erbij door bloggen. En we hadden maar 3 dagen cursus. En dat was gewoon superleuk. Ik heb allemaal nieuwe mensen ontmoet. Heel graag zou ik nu het woord willen geven aan Hisham. Hisham was blogger en hij wil een stukje uit een van zijn blogs met ons delen. Het was zeker geen makkelijke beslissing te nemen voor mijn ouders. Je eigen kind op een race toeren met een overlevingskans maar 50%. Maar aan de andere kant was thuisblijven ook geen optie. Je kon op straat opeens vermoord worden door 1 rondvliegende kogel. Toen ik begon mij af te vragen wat de waarde van een mens is, als hij door een kogeltje dood kan gaan. Ik kon daar geen antwoord op verzinnen. Misschien wel omdat ik bang was. Als je wilt begrijpen wat ik helemaal heb meegemaakt, moet je ook mijn land kennen voordat de oorlog was begonnen.
Ik was toen een kind van een jaar of 11. Ik woonde al mijn hele leven in de hoofdstad. Mijn eerste telefoon had ik gekregen op mijn 11e als beloning voor de hoge cijfers die ik haalde op de 6e klas van de basisschool. Ik ging elke dag naar school met plezier. Ik was gewoon een kind, net als alle kinderen die onder de zorg van hun ouders een onbezorgde jeugd zouden hebben. Als het fundament van het land niet weer ondermijnt. 2 jaar later, die crisis was tot het hoofdstad gekomen. Onze rustige leven werd elke dag troebeler. Ik ging minder naar school. Sommige dagen waren nog erger dan die andere. Een hele korte tijd was mijn leven heel erg veranderd. In de 2 jaar daarop raakte ik een beetje gewend aan die gevaarlijke omstandigheden. Het klinkt raar, maar het was wel zo. Ik wilde graag naar school, wat mijn ouders niet gelukkig maakte. Het was 10 keren dat ik al aangekleed en klaar was om naar school te gaan, dat mijn ouders mij stopten bij de deur, omdat zij liever hadden dat ik op mijn kamer zou blijven. Het was te gevaarlijk om naar school te gaan. Ik kom uit Raqqa en Raqqa is, volgens mij is wel bekend op het nieuws, iedereen kent het, is het centrale hoofdstad van ISIS. Dus het was wel heel moeilijk voor mij. Zelfs mocht je geen jeans aan hebben, moet je gewoon een soort katoenen broek aan hebben. Dus het was wel een beetje moeilijk voor mij. Daarom, en ik wilde ook niet mee vechten, want in de laatste tijd, iedereen, elke jongen moest mee gaan vechten. 13 bent of 12 jaar oud ben je, moet je gaan mee vechten. Ik ben Nicolette Krul en ik ben Den Haag voor UNICEF ambassadeur al sinds 2015. De gemeente Den Haag en UNICEF die hebben elkaar gevonden en tot 2020 steunen ze elkaar. En de vraag is of jij dat natuurlijk ook wil doen. UNICEF, het doel wat een hele hoop kinderen in deze wereld helpt, waaronder ook kinderen die gevlucht zijn of die in vluchtelingenkampen zitten. En in ieder geval die doelgroep die het meeste nodig heeft.